Als ik dit apparaatje aanzet, dan gaat hij dat signaal opvangen. En dan kan ik ook zien. Want er gaat een lampje branden die de communicatie weergeeft. En jij wist volgens mij waar ik hier moest zijn, toch? Hier, hè? Hij heeft het al. Ik sta naar beneden. Middag deed je het nog. Is de andere mooiste. Je moet het even. Ik vind het deze iets gevoeliger als de echte sleutel. Nu heb je hem open, dus airbag, navigatie en stuurwiel zijn dus al weg dan. Die neem je al mee. Bij een BMW doen ze dat ook, daar halen ze een stuk middenconsole mee, dat is 10.000 euro schade. En zo worden er echt tientallen steeds gedaan. We gaan kijken of die ook start. Want het... Hij Alleen dure auto's hebben natuurlijk kielen, zoals die auto's achter. Nee, tegenwoordig hebben we eigenlijk vanaf de Suzuki Swift heb je al keyless entry. Werkt het dan hetzelfde? Nou, ik ga even. Hij gaat niet open, ik zet mijn apparaatje aan. 1, 2, 3, 2. Ja, opa. Kijken waar je hem kan starten. Hij wil niet starten. Nee. De radio gaat wel aan. Renault is een van de fabrikanten die heeft op sommige modellen het ontgrendelsignaal is anders dan het startsignaal. Ontgrendelen gaat heel snel. Dat wordt Hij start niet. Nou, dat is bekend bij Renault. Dat maakt het dus sterk. Vroeger had je natuurlijk... Dat is ook wel belangrijk in de klasformering van de auto. Maar ik zal laten zien. De auto roept nu om een sleutel. Maar ik krijg geen antwoord. De sleutel ligt klaar. Zelfde methode. Ik ga mijn kastje er weer bij in de buurt. Het maakt dus geen onderscheid of het een Porsche is of een Mercedes S-klasse of iets. Ik krijg hem gewoon open. Deze auto is voorzien van alarm. Ik ga hem proberen te starten en dan zult u zien dat hij dat niet doet. Oh ja, gaat tellen. Ik weet niet wat dat is. Oh, wacht even. Ja, hij was niet zo snel met drukken. Ja, hij had hem al uit. Mijn assistent drukt.